dit is de allergrootste veroorzaker van de versnelling van verandering om ons heen. Dus de kunst van democratie is ook om vreedzaam ruzie te maken. We hebben ontzettend veel vluchtelingen opgevangen in Nederland. En ik denk dat het goed is dat we in ieder geval voor zorgen dat de problemen worden opgelost. Ja, dat kun je gewoon niet oplossen met een beetje geld tegenaan gooien zoals waarschijnlijk de VVD zou kunnen doen. Er was in de 19e eeuw een dokter, Dr. Samuel Cartwright, en die zei: slaven die er vandoor gaan, die moet je niet doodschieten, die moet je niet straffen, want die mensen hebben een ziekte. Dus terwijl er van Trump wordt verwacht dat hij inhoudelijk nou eens de zaken op orde brengt, wordt er van Clinton eigenlijk alleen maar verwacht dat ze zich presidentieel en grappig gaat gedragen. Die dingen kun je niet loszien van het feit dat de ene man is en de andere vrouw.